Het is niet omdat je over je product communiceert dat je dan ook bezig bent met je identiteit. Is je merkbelofte echt richtinggevend, sturend voor alles wat je doet? Ik ben geboren in Antwerpen en ik woon ook momenteel in Antwerpen. Ondertussen heb ik een paar omzwervingen gehad. Heb ik 10 jaar in Nederland gewoond en gewerkt. Heb ik ook 1 jaar in de Verenigde Staten geleefd. En momenteel woon ik terug in Antwerpen. Ja, die buitenlandse ervaringen die doen me zeker anders kijken naar probleemstellingen waar ik nu met te maken krijg. In die zin dat ik groter kijk. Dus dat ik niet alleen naar de vraagstelling of naar het probleem kijk, maar ook waar komt die vraag vandaan? Met welke culturele achtergrond stellen mensen een vraag? Wat betekent hun culturele achtergrond? Het geeft dan eigenlijk nieuwe perspectieven. En ik denk dat het heel belangrijk is om te leren spelen met perspectieven. Omdat daar vaak de oplossing zit van je probleem. Mensen zijn gevoeliger geworden, mensen zijn bewuster geworden. Mensen hebben ook veel meer kennis. Wat eigenlijk betekent dat zij heel veel van het marketinggebeuren doorprikken als het niet waar is. Dus als een producent of een organisatie iets vertelt wat niet waarachtig is, wat niet past bij wie je eigenlijk is. Want de huidige marketing is vooral gestoeld op buitenkant. Ik bedoel daarmee, men kijkt naar markten, men kijkt naar consumentenprofielen, men zoekt niches, men bouwt aan een imago. En dat zijn allemaal nuttige dingen in marketing, maar het is heel veel buitenkant. En dus wat identiteitsmarketing doet, is daar eigenlijk een laag aan toevoegen en naar de binnenkant gaan, naar de essentie gaan van de organisatie, naar het bestaansrecht. En dat is een andere invalshoek. Maar als je van daaruit je marketing gaat opbouwen, dan heb je eigenlijk een veel steviger fundament. Ooit is een bedrijf begonnen voor een bepaalde reden. Je hebt een bestaansrecht, je betekent iets voor je klanten, je betekent iets voor je medewerkers. En dat is vaak een beetje verloren gegaan in de strijd om de klant die zich dan in de buitenwereld afspeelt. Maar als je echt heel duidelijk je essentie te pakken hebt, dan gaat je marketing eigenlijk veel eenvoudiger. Want dat betekent dat je producten gaat ontwikkelen die veel beter bij je passen. En ook dat je klanten gaat aantrekken die beter bij je passen. En dus dat je niet meer als een slaaf bijna alle klanten wil bedienen of iedereen gunstig wil stemmen of iedereen wil binnenhalen. Als klant of als afnemer, maar dat je zelf heel duidelijk weet wat je te bieden hebt en dat je weet wat je te bieden hebt, dat ook echt bij jou past als mens, als groep mensen, als organisatie. En dat is iets wat mensen voelen. Ze voelen dat echt is, dat doorleefd is en op die manier wil men gewoon graag met jou werken. Of je nu een individu bent of een bedrijf of een organisatie, maakt niet uit. Maar dus als je denkt en leeft vanuit wie je werkelijk bent, dat dan eigenlijk het leven veel eenvoudiger wordt, veel makkelijker wordt, dat je niet meer in 100.000 bochten zit te wringen om iets te gaan bewijzen wat eigenlijk niet bij je past. En het gaat ook niet alleen over jezelf, dus ik geloof ook dat als je kan handelen en leven vanuit je essentie, dat je ook iets heel moois bijdraagt aan het grotere geheel, aan de wereld. Aan het bewustzijn in de wereld.